Wat is voor jou het belang om hier te zijn deze week bij Gartner? Nou, aan de ene kant natuurlijk klanten ontmoeten, maar vooral dit jaar ook focus op het maken van partnerships met mogelijke leveranciers om onze aanbod breder en rijker te maken. Gartner heeft dit jaar thema's als cloud, blockchain, artificial intelligence. Wat zijn voor jou belangrijke thema's vanuit Sentia, Paul? Ja, nou, voor ons ligt de focus echt ontzettend op hybride cloud dit jaar. Of het thema hybride cloud en artificial intelligence. Ik denk dat blockchain wat dat betreft, ik hoorde iemand zeggen, prachtige oplossing, maar wat is nou eigenlijk het probleem wat we proberen op te lossen? Dus blockchain zit voor ons wat meer in de achtergrond dit jaar. En hoe relateert hybride cloud zich met AI? Nou, we zijn aan het kijken, maar dat is heel experimenteel op dit moment, hoe we AI kunnen inzetten om met name de service die wij bieden aan onze klanten, dus verstoringen, productieverstoringen, tickets en dat soort dingen, met AI interfaces op te lossen. En ook te kijken of AI een rol kan spelen in systeemintegratie, applicatielandschappen integratie. Dus dat zijn met name de thema's voor Sentia. Wat de digitale maatschappijen voor Nutanix betekent, is dat wij organisaties juist helpen, zeg maar, om een goede basis en foundation neer te leggen voor de IT-infrastructuur die nodig is om die digitale maatschappij te kunnen bedienen. In de digitale maatschappij is ook de menselijke kant belangrijk, rond samenwerken in teams, work-life balance, overwinnen van weerstand, etc. Krijgt die menselijke kant in jullie ervaring in de praktijk ook voldoende aandacht bij IT-projecten? Zeker. Kijkend naar de strategie van Nutanix, dat is eigenlijk het reduceren van complexiteit uit die datacenters. Dat betekent dat er wel kans op fouten is als je werkt op een traditionele manier. Vanuit Nutanix perspectief hebben we ook heel veel machine learning in het platform zitten. Wat ook inhoudt dat de kans op human error een stuk minder is. En daarmee eigenlijk ook bijdraagt aan die reductie van die complexiteit. En feitelijk ook een betere dienstverlening naar de eindklant of binnen je eigen organisatie te realiseren.